Steek meneer Gabriel naar de Louvre. Nou, ik zal het proberen. Eerst wil ik wel even jullie aandacht vestigen op die mooie tent achter in de zaal. De Occupy PvdA-tent. Nederland moet veranderen en de PvdA ook, vandaar deze tent. En jullie hebben allemaal een enquête op jullie stoel gekregen van wat de PvdA moet gaan doen. En wat vooral Hans Spekman ook moet gaan doen. Ik wil jullie allemaal oproepen om die enquête in te vullen en hem achter in de tent in te leveren. Dan wil ik nu toch wel gaan beginnen. Eigenlijk word ik een beetje moe van al die toespraken waarin steeds wordt verteld dat het slecht gaat met de partij. Dat is natuurlijk wel zo. Maar doordat we het er zo vaak over hebben, is er een soort angst ingeslopen in onze partij. We zijn bang om keuzes te maken. We zijn bang dat we nog verder worden afgestraft door de kiezer. Van raadslid tot aan parlementariër zijn we bang geworden om heldere standpunten in te nemen. Door deze steeds terugkerende verhalen over die negatieve spiraal in onze partij gedragen we ons als het kleine jongetje in de klas wat gepest wordt. En we maken daar precies dezelfde beginnersfouten mee als de jongetjes die gepest worden. We kruipen weg, zodat we niet worden opgemerkt door de pestkoppen Mark en Geert. We houden ons zoveel mogelijk stil, zodat ze ons niet zien en ze ons met rust laten. Maar zoals altijd, dat werkt niet. In het afgelopen jaar hebben we gezien dat de PvdA een bepaalde debatten stelling heeft genomen. En daar kwam dat in naar voren. We waren voor nieuwe verkiezingen als de soevereiniteitsoverdracht zou plaatsvinden naar Europa. Tevens eisten we een streng pakket voor de euro om hem overeind te houden. Streng pakket kwam er niet. Verkiezingen nooit gezien. Nooit meer wat van gehoord. Die grote broek die is waarschijnlijk ongebruikt weer in de kast beland. Dan hadden we het mooie pensioenakkoord, althans, dat dachten we. De PvdA zei vol trots, als de regering naar ons toe komt, dan moeten ze onze eisen inwilligen. En Henk Kamp kwam aardig over de brug. Maar om nou te zeggen dat hij al onze eisen heeft ingewilligd, dacht het niet. En toch gingen wij al akkoord. Zo ontstaat er een patroon. De PvdA neemt een standpunt in. Onze tegenstanders vinden er wat van. En daarna binden we een beetje in. We zwakken het af. We maken het super ingewikkeld, zodat niemand het meer begrijpt en niemand het meer wat interesseert. En zo hebben we het probleem dat veel mensen niet meer in staat zijn om drie heldere PvdA-standpunten te noemen. Dus mensen, laat ons land maar onbestuurbaar worden. Wij doen niet meer mee aan het circus wat ons doet afdrijven van waar ons land hoort te zijn en waar wij als Sociaal-Democratische Partij horen te zijn. Rutte 1 zorgt ervoor dat onze samenleving langzaam maar zeker wordt afgebroken. En we moeten daarom de kans niet laten lopen. Als wij deze regering een pootje kunnen lichten, dan moeten we daar niet voor terugschrikken onder het mom van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Want na anderhalf jaar Rutte 1 krijgen steeds meer mensen het idee dat wij medeplichtig zijn aan deze rechtse onzin. En dat kan niet. De jonge socialisten hebben daarom een motie ingediend. Geen regeringsdeelname zonder nieuwe verkiezingen. En ik ben zeer blij om te lezen dat Job Cohen al het ons met ons eens is. Nu hoop ik dat de rest van de partij dat ook gaat doen. Want als we als drie grote middenpartijen in een smaak- en geurloze nieuwe regering gaan zitten, dan geven we het fenomeen middenpartij misschien wel de nekslag. Als wij bang zijn voor verkiezingen, dan kunnen we beter de partij opheffen. Want dan hoeven we nooit meer mee te doen. En dat kan niet de bedoeling zijn, zelfs niet van de baantjesjagers en superstrategen in onze partij. Om met opgeheven hoofd verkiezingen in te gaan, moeten we weer terug naar onze wortels en opnieuw strijden om dat, zoals dat zo mooi heet, het kapitalisme te breidelen, oftewel te reguleren. Dat streven hebben ook sociaaldemocraten in de jaren 80 en 90 te veel losgelaten. Dit omdat volgens de neoliberalen dat de economische groei in de weg zou zitten. En inderdaad, ons land is veel welvarender geworden. Maar de huidige crisis heeft ons geleerd dat vooral mensen die wisten waar ze het zoeken moesten, daarvan hebben geprofiteerd in deze periode van weinig financiële regels en ongecontroleerde hebzucht. Terwijl ons ideaal toch was het eerlijk delen van kennis, inkomen en macht. Het wordt tijd dat we daar weer pal voor gaan staan en de markt zo reguleren dat iedereen kan profiteren van die enorme welvaart in Nederland, want we zijn nog steeds een van de rijkste landen van de wereld. En dit moet gebeuren door middel van goede publieke voorzieningen, waar sociale zekerheid, zorg, onderwijs en veiligheid expliciet bij horen. En dan moeten we ons niet in de hoek laten drukken door het argument van rechts.
Want zij zullen in slechte en in goede tijden altijd zeggen dat het te veel geld kost. En inderdaad, publieke voorzieningen kosten veel geld. Maar belasting betalen is geen diefstal. Belasting betalen is de prijs der beschaving. Ook in Europa moeten sociaaldemocraten deze idealen weer volop laten zien. Ja, we hebben een nieuwe voorzitter en hij is van onze rode club. Maar waar zijn onze standpunten in de crisis over de euro? Is het acceptabel dat de Europese Unie lidstaten dwingt om hun sociale zekerheid af te breken onder het mom van eurostabiliteit? Waarom bepalen de financiële markten wat er gebeurt in Griekenland en Italië en wie het regeert? Op die vragen moet de partij van Europese Sociaaldemocraten een krachtig antwoord vinden. Namelijk een solidaire en democratische Europese Unie. Dus laat zien die voorstellen om Europa democratisch te maken. En maak vooral duidelijk dat solidair zijn met de Grieken niet minder nobel en minder noodzakelijk is dan solidair zijn met je familie of vrienden. Die roep om meer solidariteit was ook precies de reden waarom wij hier straks vooraan zaten met z'n allen. Wij willen een statement maken. De toekomst moet voorop. Wij zijn degene die straks dit land in beweging moet houden, voor jong en oud. Daarom willen we dat de verschraling in het onderwijs stopt en dat er wordt ingezet op onderwijs die ervoor zorgt dat we ons allemaal persoonlijk kunnen ontwikkelen en een bijdrage kunnen leveren aan dit land. Daarnaast moet ook op de arbeidsmarkt nog steeds kansen gecreëerd worden. Dus niet nog meer flexcontracten. Wij willen ook graag zekerheid in de toekomst. En tot slot, ik kan het niet laten, het pensioenakkoord, dat moet solidairder. Op dit moment is dat nog steeds niet zo. En wij willen graag, ook op ons 72e, als we kunnen stoppen met werken, een goed pensioen. Dus laat het niet opeten op dit moment. Dus geen gespeculeer met pensioen, want als we willen gokken, dan gaan we wel naar Wall Street. Dus maak dat pensioenakkoord solidair en zet de toekomst voorop. Met die boodschap van solidariteit wil ik graag afsluiten. Partijgenoten, het is tijd voor verandering. Weg met de angst en onze rode borst vooruit. Wij hoeven die rechtse bolpraat niet langer te accepteren. Als wij hard en duidelijk onze sociaal-democratische standpunten duidelijk maken en af en toe flinke klappen uitdelen aan onze politieke tegenstanders, dan komen we er wel. Dank u wel.